Ik ben Martin Ogenboom, ik ben fotograaf en ik fotografeer vooral mensen op locatie als portretten en reclamefotografie. We zijn hier in een mooie oude woning uit 1904. En we gaan hier een portret maken van Sheila en dat portret gaan we verlichten met continu licht. Het voordeel van continu licht is voor mij dat ik precies kan zien vooraf wat ik doe. Ik stel de lamp op, ik richt ze op mijn model en ik kan zien waar het licht valt, waar de schaduw valt, zonder dat ik eerst testfoto's hoef te maken zoals met flitsers. Dus je kunt wat sneller in de flow van de fotografie komen. De lichtsituaties die je met continu licht kunt creëren, dat is wel vergelijkbaar met flitslicht. Je kunt het licht wat zachter maken, wat harder maken, je kunt het meer gericht maken. Je kunt een beetje spelen met kleur in voor- of achtergrond. Dus het komt heel erg overeen met flitslicht qua resultaat. Het werkt alleen even wat anders, doordat je direct ziet wat je doet. En bij een flitser moet je eens testen, bij continu licht zie je gewoon wat je doet. Als ik op locatie kom en ik ga met continu licht werken, dan kijk ik sowieso eerst naar hoe het licht is, het aanwezige licht. Dat gebruik ik altijd in mijn foto. En daarna ga ik kijken wat wil ik toevoegen. En meestal fotografeer ik mensen, dus ik kijk wat staat het beste bij mijn model. En dat kan hard licht zijn of zacht licht, meer of minder invulling. Maar ik begin in ieder geval altijd met het omgevingslicht als basis. Ik gebruik maar één lamp om mijn model uit te lichten, omdat ik met één lamp al heel veel effecten kan bereiken. En één lamp geeft licht, maar geeft ook schaduw. En als ik een tweede lamp heb, krijg ik ook weer nieuwe schaduwen erbij. En dat kan vaak meer afleiden dan dat het wat toevoegt aan een gezicht. Ik denk dat het meest leerzaam is om het effect van een lamp te leren kennen. Is het denk ik het makkelijkst om met één lamp te werken en die gewoon op het gezicht van het model te richten en te kijken wat doet het, als de lamp wat hoger staat, als de lamp wat meer naar links en rechts staat. En dat is heel leerzaam om daarmee te spelen. En als je dan gelijk twee lampen hebt, dan heb je veel meer afleiding al van techniek. Dus als je het werken met één lamp een beetje onder de knie krijgt, ziet wat voor effect dat geeft, dan ben je al een heel eind. En vervolgens kun je een tweede lamp erbij doen als effect ligt. En het mooie van continu licht is gewoon, dat richt ik op het gezicht van mijn model. En ik draai een klein beetje aan het vermogen om dat mooi met elkaar in balans te krijgen. Ik gebruik ook regelmatig een reflector. En dat gebruik ik puur voor invulling. Het licht is altijd het belangrijkste. Dat moet op de goede plek staan. En het kan zijn dat ik de schaduw een beetje te zwaar vind. En dan ophelder met een reflector. En wat ik een hele mooie manier van verlichten vind, is een soort beauty verlichting. Waarbij het licht redelijk van frontaal op het gezicht van het model valt van bovenaf en dan van onder een hele lichte invulling. En ik vind het wel belangrijk dat je daar een beetje mee speelt. Je ziet heel vaak foto's waarbij die invulling net te sterk is, zodat er wat luguber licht van onderaf komt. Dus de positie van zo'n reflector is heel belangrijk om het licht mooi af te stemmen. Welke instellingen ik gebruik op mijn camera bij continu licht, dat hangt heel erg af van wat het omgevingslicht is. Als ik ergens binnenkom, dan kijk ik even hoe het licht is en of ik dat wil gebruiken in mijn opname. Als ik het wil gebruiken, dan zou ik bijvoorbeeld hier is het nog redelijk licht al, dus dan zou ik misschien op 400, 800 ISO uitkomen. Diafragma, dan heb ik het liefst een beetje open, 1,4 of 2,0, zodat ik wat mooie onscherpte krijg. En de sluitertijd, die wil ik het liefst redelijk snel hebben, zodat ik in ieder geval geen bewegingsonscherpte krijg als ik uit de hand fotografeer. En zodra ik op statief moet gaan fotograferen, dan moet het ook niet te langzaam, want anders komt de beweging in de persoon als die beweegt. Het leukste van fotograferen met continu licht vind ik wel dat je direct ziet wat je doet. En je kunt daardoor veel fijner in de flow van de fotografie blijven. Ik vind het altijd veel fijner om tijdens een portret alle aandacht naar mijn model te geven en minder naar de techniek. En op het moment dat je gewoon ziet wat je doet, kun je gewoon lekker fotograferen zonder dat je heel erg bezig hoeft te zijn met instellingen van lampen en dat soort dingen. Dus ik ben gek op werken met kleuren, dus als ik dan kleurenfoto's maak, vind ik het ook wel mooi dat er lekkere sprekende kleuren zijn. Dus het kan een fel rood of blauw filter zijn voor een achtergrond. Maar ook kleurtemperatuurfilters, waarmee ik de kleur van het lamplicht kan matchen met de lampen in de achtergrond. Nou, het allerbelangrijkste bij continu licht is wel dat je goed in de gaten houdt waar je met je sluitertijden zit. Bij flitslicht is de sluitertijd wat minder van belang, omdat die flits alles wel bevriest. Maar bij continu licht heb je natuurlijk kans op bewegingsonscherpte. Dus dat moet je wel een beetje in de gaten houden.